Stel, je wil jouw werknemer graag motiveren om een keer een lunchoverleg bij te wonen als eerste stap terug naar werk. Dan kan je daar vanuit veiligheid en vanuit uitdaging op reageren. Dus je wil bereiken dat je werknemer openstaat voor eerste stappen richting werk. Wanneer je de werknemer hier vooral op uitdaagt, bijvoorbeeld door hoge doelen te stellen en kritiek te geven op het gedrag van de werknemer in het verleden, kan er vooral onzekerheid, angst en afstand ontstaan bij je werknemer. Dit gebeurt vooral als er geen veiligheid is. Met als risico dat je weinig bereikt en het creëren van veiligheid alleen maar moeilijker wordt. Je werknemer kan zich juist van je afkeren. Het tegenovergestelde is ook waar. Alleen maar letten op veiligheid zonder een uitdaging zal vooral zorgen voor een heel gezellig gesprek. Je geeft bijvoorbeeld veel complimenten, gaat meteen mee in twijfel die de werknemer uit, of je laat veel begrip zien bij een tegenvaller. De werknemer voelt zich dan gewaardeerd, veilig en comfortabel bij je. Maar je voelt tegelijkertijd ook weinig reden om te veranderen en uitdagingen aan te gaan. Op de langere termijn kan alleen verbinding en veiligheid leiden tot een langer tweede spoortraject. Het is dan ook belangrijk om de juiste balans te vinden en vanuit veiligheid je werknemer uitdagingen te bieden. Een logische vraag is nu: moet je altijd de combinatie van veiligheid en uitdaging tegelijkertijd inzetten? Het antwoord daarop is nee. Het gaat erom dat je in totaal over meerdere momenten genomen de juiste balans hebt. Op deze manier kan je je werknemer helpen in zijn tweede spoortraject. Dat betekent dat je in het algemeen voor zorgt dat de werknemer zowel veiligheid als uitdaging ervaart. Maar dat er ook momenten zijn waarop het vooral om verbinding en veiligheid gaat. Of waarop je bewust een flinke uitdaging biedt. Het begint wel bij veiligheid. Dat is de basis waarop je uitdaging kan gaan bieden. Het is wel zo dat voor elk persoon veiligheid en uitdaging iets anders betekent. Wat jij een uitdaging vindt, kan voor je werknemer gemakkelijk zijn. En andersom. Het gaat erom dat je als werkgever in samenspraak met de reïntegratiebegeleider komt tot een goede balans. Dan kan je vanuit jouw rol ook het proces vooruit helpen.